Yo kijkers van JoopCraftXXL en welkom bij een nieuwe Spiegeld coding video. En vandaag doen wij listeners, oftewel events. En dan zal ik jullie zo laten zien wat dat inhoudt. Eerst wil ik hier eventjes commands in andere classes, episode 3. En listeners. Episode 4. En dan doen we hier implements listener. Dan gaan we hier helemaal naar onder om een listener aan te maken. Vandaag ga ik even doen dat je blokken, als je niet OP bent, niet kan breken. Het event handler. Dit zorgt ervoor dat je die events handelt. Importje. Maar dat kan nog niet. Public void on break. Blok, break, event, i. Oftewel e eigenlijk. Dan import je dat. Allebei, deze en deze. En dan gaan wij player, ja, dank je, b, is i.getPlayer. Dan doen wij hierin, doen wij if p.isop, we checken of die op is, en dan doen wij dit eigenlijk, dat is een foutje van mij, sorry, if p is op, return, dan doet hij dus niks. Maar anders doen wij i.set cancelled true. We gaan er ook nog even eentje in een andere class maken. Dat doen wij hier. Place listener. Dan doen wij hier implements listener. En hier doen wij ook at event handler public. Void on place. Dit hiervoor kun je noemen zoals je wil. Ook om banaan of zo hoor. Dat maakt niet uit. Dat is gewoon de naam van de methode. Dan doen wij blok place event. Het evenement. Event eigenlijk. En dan de letter zoals jij hem wil noemen. Of de event kun je ook doen. Dat is zoals je wil. Importen wij weer. Dan doen wij player. Gelijk aan. Is gelijk aan i.get player. Importen we player. En dan doen wij if p.is op return. En anders i.set cancelled true. Nou moeten wij een nieuwe ding maken. Dat is registered the events. Doet die. Public void register event. Register events. Dan noemen wij plugin manager pm is bucket.getServer.getPluginManager. Import je plugin manager van or.bucket.plugin manager. Nou heb jij de plugin manager van Bucket. Dan doe je pm.register events this. Dan register jij een event van deze class. Maar als jij eentje uit een andere class wil, dan doe je register events this new. Place listener, dus de naam van de class. En wat heb ik fout gedaan? Nee. Nieuw place listener, this, dat is het, sorry. En wij hoeven niks in de plugin.iml te zetten. Dit kunnen wij gewoon F5, rechtermuisknop export. En wij exporten hem. Ondertussen joinen wij.
En dan gaan wij slash hel slash plugins doen. Kijken of die erin zit. YouTube test zit in. Als wij OP zijn, kunnen wij breken en wij kunnen plaatsen. Als je ziet, dan pak ik even een stack met blokjes. En dan gaan wij als. En wacht, we hoeven niet de survival die op. Wat gaat er hier fout? Weet je, dan doen we het gewoon even zo. Oeh, dat krijgen we nou weer. Oh, sorry hoor. Oh. Return. False. Return. True dan. Nou, weet je... Ik kom er eventjes niet uit nu. Ik weet ook niet waarom. Normaal lukt het me wel. Maar wij doen gewoon eventjes. Hier. If P is not OP. Dus uitroepteken betekent not. Zo niet. En dan doen wij dit ook eventjes. Why not? In the main class. Dit is veel handiger. En dan F5. Export. En... wij gaan reloaden. Deze opening. Oh. Even van Zilla. Dan gaan wij nu testen. We zijn nu niet OP en hij doet het nog niet. Wat doe ik verkeerd? Ah, sorry. Mijn fout. Mijn hele grote fout. Dit is gewoon goed. Dat is, ben ik ook weer dom. Bezig. Heel even 1 seconde. Heel even iets doen hoor. Oké. Die doen we ook maar weer kopiëren en hier plakken. En dan doen wij natuurlijk in de unenable class. Jullie zeiden misschien al zo van wat de fuck ben je mee bezig, maar dit moeten de events registeren. Zo leer je ook een beetje debuggen. En nou hebben wij hier. Kijk, nu werkt het niet. Het werkt gewoon niet, het breken. En als ik dan mezelf op. Ja, dus zo werkt het. Dit werkt gewoon allemaal goed. Ja. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video of wat geleerd. Ik zeg in ieder geval like, abonneer, reageer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace.